Nou, in principe zijn we klaar voor, voor de wedstrijd tegen Ajax. We hebben een goede groep en de staf en de groep is er klaar voor. Tegelijkertijd is de window nog niet gesloten. En we weten ook dat er heel veel spelers vanaf, ten opzichte van het voorseizoen vertrokken zijn. Dus uh, ja, we zijn zelf ook benieuwd hoe we ervoor staan. Maar we hebben er alle vertrouwen in en we willen nog steeds een aantal spelers erbij krijgen. Maar uh, ja, daar hebben we nog twee weken voor. We hebben door, door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de transfers hebben we uh, uh, financieel de juiste stappen gemaakt. Ik denk dat we ten aanzien van het stadionontwikkeling de juiste stappen hebben gemaakt. Dus ja, eigenlijk is het een luxe positie dat onze enige zorg die we op dit moment hebben is van hoe gaat het voetballend. En met alles wat er vorig jaar vertrokken is, hebben we daar best wel uh, de zorgen over gehad deze zomer. Maar er zijn ook een hoop spelers voor teruggekomen. Er moeten ook nog een paar spelers bij. En met name voorin willen we, nog wel, willen we ons nog versterken. Maar uh, ja, voor de rest staat de club er eigenlijk heel goed op. En het is nu, uh, we zijn heel benieuwd hoe we de voetballend opstaan. Nou, ik heb ontzettend veel zin aan het nieuwe seizoen. Heel benieuwd hoe het elftal zich, uh, zich uh, houdt. Daarnaast hebben we het belofte-team, wat weer volle bak van start gaat. Onze jeugdteams, die, uh, die bijna allemaal op een niveautje hoger spelen. Dus sportief hebben we een, uh, een mooi uitdagend jaar voor de boeg. Uh, tegelijkertijd is dit ook het jaar waarin wij uh, moeten gaan toewerken naar het nieuwe stadion. Hebben we willen over twee jaar in het nieuwe stadion spelen. Dat betekent wel dat we nu de plannen moeten gaan uitrollen voor dat nieuwe stadion. Dus ja, het is een enorm uitdagend jaar in alle opzichten. En uh, daar hebben we erg veel zin aan.